Ik ben sinds een 15-tal jaar op weg met deze componist. Een en ander is natuurlijk begonnen met de halve finales van de Elisabethwedstrijd in 2007, waar ik de sonate in C-klein gespeeld heb, waar ik dan mijn finale plaats aan te danken heb. En de liefde is toch wel zeer groot, want ik heb de afgelopen jaren ook op vraag van organisatoren heel vaak de muziek van Liszt op mijn concertprogramma's uitgevoerd. Wat eigenlijk de ideale voorbereiding was op deze cd-opname. Ik heb op deze cd een aantal van mijn meest geliefde werken gebundeld. Enerzijds een aantal transcripties van liederen van Schumann, van Schubert en van Liszt zelf. Ik wou ook iets anders van Liszt laten horen. Dat doe ik ongetwijfeld, denk ik, in het stuk Benediction de Dieu uit Harmonie Poétique et Religieuse. En tot slot ook een Italiaans luik met enerzijds Sonetto 104 del Petrarca en anderzijds het hele album Venezia e Napoli uit de Année de Pellerinage. Ik heb voor de Chris Manes Straight Strung Concert Grand Piano gekozen. Enerzijds omdat het eigenlijk een logisch uitgangspunt is. Frans Liszt speelde zelf op rechtsnarige vleugels. En nu dit alternatief voor de moderne vleugel er is, wou ik daar heel graag gebruik van maken. Ik denk dat de registers van de piano mij ook in staat stellen om hele nieuwe en bijzondere dingen te laten horen in deze muziek. Je hebt de grootse, warme bassen. Je hebt de transparante middenregister en de zeer heldere discant. Dus je voelt je als het ware als een koordirigent met verschillende stemmen die op je afkomen. Ik heb over de plannen van deze piano voor het eerst gehoord in het jaar 2014. Toen hoorde ik dat op vraag van Barenboim Chris Manes bezig was aan een heel nieuw concept van een moderne vleugel die toch teruggreep op het verleden. Ja, het genoegen was dus zeer groot toen ik in 2015 de kans kreeg om de piano niet alleen te bespelen, maar ook de Manes Barenboim piano voor te stellen op de Wereldexpo in Milaan, in het Belgisch paviljoen. En ik denk sindsdien is de liefde voor dit instrument alleen maar gegroeid, waardoor het uiteindelijk ook onvermijdelijk was dat ik op deze piano een cd zou opnemen. Ik denk dat de Chris Manes Straight String Concert Grand Piano eigenlijk een compleet antwoord biedt op de vraag van de hedendaagse pianist voor een alternatief voor de alomtegenwoordige Steinway. Ik denk dat dit instrument nog meer dan een Steinway een spiegel kan voorhouden van hoe jouw pianospel eruit ziet. Het is zeer transparant. En ik hoor daardoor dingen die ik in de afgelopen paar decennia eigenlijk nooit gehoord heb toen ik op andere vleugels speelde. Dus in die zin ben ik Chris Manes zeer erkentelijk dat hij een instrument gebouwd heeft dat mij als het ware ook gewoon een beter pianist maakt en mij helpt om te groeien in essentiële onderdelen van het pianospel. Uiteraard blijft de Steinway voor bepaald repertoire het meest aangewezen instrument, maar ik denk dat dit instrument een echte verrijking is voor het pianolandschap in België en zeer ver daarbuiten. Ik heb de eer om in seizoen 2018-19 heel veel concerten op deze prachtige Chris Manes Straight Strung Concert Grand Piano te mogen spelen. Om te beginnen uiteraard de hele release tour van mijn nieuwe Liszt-cd, die begin oktober zal starten en eindigt volgende zomer. Daarnaast doe ik ook een aantal uitvoeringen van Mozart Concerti op dit instrument, het 21ste en het 23ste pianoconcerto. En tot slot heb ik ook een Rachmaninoff-tour met Vitaly Samoshko. Wij spelen Rachmaninoff Concerti op twee piano's in plaats van een solist met het orkest. En de solist zal zijn partij spelen op de Steinway concertvleugel en het orkest zal dan gespeeld worden op de Chris Manes Straight Strung, zodanig dat we de twee verschillende kleuren van het instrument op één podium kunnen verenigen.